Graag wil ik even terugkomen over het aantal wattages met de flitskoppen van Profoto. Men vraagt wel eens aan mij van, wanneer moet ik met een B10 gaan werken? Wanneer moet ik met een D2 gaan werken? Wanneer moet ik met een 1000 watt gaan werken? Of een 2400 watt seconde? Dan zeg ik, begin eens met een A1. He? Wil je iets meer, haal je een B10 erbij. 250 watt, B10 plus, 500 watt seconde. Maar wil je echt krachtig werk doen, zeg maar voor grote fashion shoots, met grote light shapers, waarin ook nog je grote afstand gebruikt, want dat is het belangrijkste. He? Waarom pak ik een 1000 watt seconde? Waarom pak ik een 2400 watt seconde? Is om die afstand te kunnen overbruggen. Als ik met een grote giant ga werken die bijna 2 meter doorsnede heeft en ik sta op een afstand van 5, 6, 7 meter, dan heb ik die kracht nodig om het te overbruggen. Weet je nog het stukje wat ik vertelde over de inverse square law? Met de verdubbeling van de afstand dat mijn licht afneemt. Daarvoor heb ik kracht nodig.